Ik kreeg de vraag van Rachid of Razit. Ik weet eigenlijk niet precies hoe ik je naam uitspreek. Maar ik zeg even Rachid. Over sportvoeding en wat is nu echt nodig. En dan speciaal over de sportrepen. Want hij zegt, er zijn er zoveel, vooral dan van dit soort sportrepen, veel duurder dan gewoon brood. Of gewoon een reepje van de supermarkt. En wat heb ik nu echt nodig als ik een halve marathon ga hardlopen? Nou, Rachid, in mijn ogen kun je prima een halve marathon hardlopen zonder dit allemaal. In mijn ogen heb je dat echt niet per se nodig bij het hardlopen. Waarom ik het wel neem, dat is omdat ik heb gemerkt dat mijn tijden beter worden. Ik me beter voel richting het einde van zo'n halve marathon en ook marathon. Dus ik loop gewoon makkelijker een afstand. En bij het fietsen is dat ook zo. Ik bedoel, als ik niet eet bij het fietsen, dan fiets ik ook 150 kilometer. Maar je gaat je aan het eind wel redelijk belabberd voelen. En als je bijvoorbeeld die fietstocht van 150 kilometer vergelijkt met een marathon, is dat wel ongeveer qua tijd vergelijkbaar. En ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste marathon heb ik gelopen zonder sportreep. Wel een heel klein beetje gel, als ik me niet vergis. Maar zeker niet zo'n reep of sportvoeding. Dus Rachid, zeker niet nodig. Als je op een gegeven moment beslist van nee, ik wil dat toch eens gaan proberen. Dan kun je natuurlijk beginnen met gewoon het eten van brood. Dus ik heb het een beetje op de volgorde van prijs gelegd. Want het is natuurlijk het goedkoopste gewoon sneebrood met kaas of met jam of met honing of iets anders wat natuurlijk lekker weg te eten is. Hè. Tijdens het hardlopen brood eten is wel erg lastig, moet ik zeggen. Dan kun je misschien al beter hiernaar gaan kijken. Snelle Jelle natuurlijk die doen redelijk veel. Vooral met schaatsen kom je ze veel tegen. Maar een Snickers is ook gewoon een goed alternatief. En dit is meer een reepje die wat meer kruimelig is. Ik zou dit kan wel. Het is natuurlijk een goedkope variant van een sportreep. Hiermee krijg je ook energie binnen, dus in die zin kan het wel. Vaak is het wat moeilijk weg te krijgen, dus zou daar even op letten. En dat geldt natuurlijk ook voor de sneebrood. Als je een krentenbol hebt met boter en jam, is dat best wel goed weg te krijgen. Nou, vervolgens kun je natuurlijk naar de echte sportrepen kijken. Ze zijn allemaal duurder, maar in mijn ogen ook wat beter. En mijn sport mag wat kosten, dus vandaar. Je hebt allerlei merken sportrepen. Ik zal in de test alle verschillende merken bij elkaar zetten. Wat ze doen voor je, hoeveel gram, et cetera. En hoe makkelijk weg te krijgen is natuurlijk, want dat is erg belangrijk bij het sporten. Dus een test van alle sportrepen in de tabel zal ik in het bericht erbij zetten.